Pinksteren, ja. Wij vieren namelijk altijd thuis alle feestdagen met mijn ex. Zowel de christelijke, de islamitische, de joodse, de katholieke. Alle feestdagen vierden we. Dat zeiden we ook op het werk. Ja, wij geloven alles. Maar dat vond ik juist, dat vond ik zo mooi, dat je gewoon alle feestdagen mee kon vieren. We hadden zo'n kalender thuis. En dan zei ik, wat voor dag is vandaag? Koetje, koetje dag. Nou, dan vieren we koetje, koetje dag. Alles vieren we. Kerst, Pinksteren, Hemelsvaart, Yom Kippur, Ramadan. Nou ja, de Ramadan was iets. Kennen mensen de Ramadan? Ja, het zijn er 8. De rest niet. Kort uitleggen, de Ramadan is de vaste maand. Er zijn mensen bezig hun lichaam en hun ziel te reinigen in 30 dagen. Of 29, hangt een beetje van de stand van de maan en de zon af. En persoonlijk denk ik dat sommige mensen daar meer tijd voor nodig hebben. Maar goed, het is persoonlijk, ja? En de gedachte achter de Ramadan vind ik mooi. He, want je voelt namelijk die maand mee hoe het is als je het allemaal niet hebt. He? Niks eten, niet drinken, niet roken, geen seks, niks. Van zonsopgang tot zonsondergang. En dan voel je mee met die mensen die het allemaal niet hebben. En vrolijk, hè? Het is een vrolijke onderneming. Heel vaak als mensen vasten zijn ze chagrijnig. Hé, dan moet je niet vasten. Een vrolijke vaster telt voor 2. En ik word wakker tijdens zo'n Ramadan-dag, heb ik een wekkertje dat zegt Ramadan-dag. Dan denk ik, hey, Ramadan-dag. Kijk, dan word je al vrolijk wakker, hè? En dan denk ik 's morgens vroeg zo aan die mensen die... Ik denk dan aan eten. Dat kan niet. Het is Ramadan. Oké. En dan moet je over straat, hè? En dan moet je de mensen helpen op straat. Gezondheid. Alsjeblieft. Je moet de mensen helpen die het niet hebben. De junks, de zwervers, je moet ze allemaal helpen. De daklozen, iedereen. Tijdens de maand Ramadan moet je ze helpen. En in Amsterdam zijn er een hoop, hè? Meneer. Ja? Heb je een euro voor mij? Waarom? Ik wil een broodje kopen. Ik heb honger. Ja, ik ook. Krijg je voor mij een euro. Ga lekker een broodje kopen. Geen gekke dingen van kopen, hè? Gewoon een broodje. Of een krentenbol. Ik zou een krentenbol kopen, Skelvis. Dat is lekker, man. Een krentenbol. Echt lang niet gegeten, krentenbol. Vanavond het eerste wat deze jongen gaat doen, is krentenbollen kopen. Of een ballisto. Je moet een ballisto, man. Dat is een lekkere ballisto. Met krenten, rozijnen, chocola, biscuit. Oh, man. Het water loopt me in de mond als ik denk aan een ballisto. Zwerver. Dat kan niet. Je geeft hem wat, hè. En jij eet niks van zonsopgang tot zonsondergang. Nou heb je van die hele rijke, slimme moslims... die pakken het vliegtuig naar Lapland, want daar schijnt maar 1 uur de zon. Tenminste, ze pakken niet het vliegtuig, hè. Ze kopen een ticket voor het vliegtuig naar Lapland. Dat bedoel ik. Oké. Ja, dat we elkaar wel goed begrijpen hier vanavond. En daar, hè, waar het moeilijk is om te vasten... een warm, droog land, Ethiopië... een moslim in Ethiopië... je mag de hele dag niks eten, dan mag je eten. Oh. Kan ik daar wat aan doen? Dan denk ik, hé jongens, in Ethiopië, word boeddhist. Want boeddhisten vasten niet. Als ik vaak naar die dikke boeddha kijk, denk ik, nou, hij vast niet. En 2 maanden na de Ramadan is het suikerfeest. En op de kleuterschool vroegen al die kleuters, toen ik erop zat, vroegen aan mij 1 ding. Waarom kopen jullie een schaap? Ik zeg, ja, vind mijn vader leuk. Dan mag de schaap eens een keer bij ons thuis. Maar mijn vader zei, hij stinkt, hij moet eerst douchen. Ging mijn vader met de schapen naar de douche, maar was glad, zei mijn vader daar. Toen gleed de schaap uit, ging hij dood. Zei mijn vader, nou, kunnen we hem net zo goed opeten, jongens, hij is dood. Ik ken dat hele verhaal niet, man, ik verzon maar wat. Maar het allermooiste vond ik nog, dat is afgelopen jaar gebeurd. 5 december. De Ramadan was afgelopen en Sinterklaas kwam. Dat gebeurt eens in de 350 jaar. Ja? En toen dacht ik, dit is een teken. Dit is een teken van iemand, van iets, dat het wel kan, hè, op zo'n dag. Want hier was hij zijn Amsterdam. Ja, we moeten Sinterklaas vieren. Nee, we moeten Ramadan. Nee. Hey, vier het allebei. Vier het allebei. Daar moet je mee spelen, daar moet je mee een beetje mee integreren. Dan denk ik, oké, wij moeten beginnen. Wij hebben op 5 december het paard geslacht. Het is nog een hele klus, hè, zo'n paard de douche in krijgen. Mijn ex die belde op. Ja. Oude paard! Je wordt eruit geknipt, hè, mevrouw, dat begrijpt u wel. Oh, ja.